Welkom, wat ontzettend fijn dat jullie hier zijn. We gaan het hebben vandaag over de podcast met de naam Birds. En dat gaat over de jeugdzorg. En daarvoor zijn jullie ook hier uitgenodigd. Er leven namelijk verschillende realiteiten binnen de jeugdzorg. En het startpunt van de podcast is begonnen met de ervaringen van Dalton Jansen. Hij is choreograaf en danser, maker van de voorstelling Birds. En daar heeft hij met input van verschillende jongeren een reflectie gegeven op de jeugdzorg. En vandaag wil ik het met jullie hebben over jullie persoonlijke ervaringen, maar vooral ook over jullie professionele rol binnen de jeugdzorg en hoe dat eruit ziet. Maar misschien willen jullie jezelf even eerst kort voorstellen. Ja, mijn naam is Manoush van Alst en ik ben in mijn werkzame leven kinder- en jeugdpsychiater en systeemtherapeut, dus gezinstherapeut. En ik werk op een gesloten opnameafdeling voor jongeren van 12 tot 18 jaar in het UMC Utrecht. En in mijn privéleven ben ik moeder van twee kinderen, een jongen van 12 en een meisje van 10. En de vrouw, zeg ik altijd, hij zegt nog vriendin, van Gijs. En hou ik heel erg van taartenbakken en gezelligheid. En ben ik nu heel blij omdat wij een puppy krijgen binnenkort. Oh, dat lijkt me ook heel schattig. Weet je al wat voor een? Nou, waarschijnlijk een labradoodle. Oh, lief. Ja. Dank je wel. Maar hij is nog niet gekozen, dus het is een project. Oké. Okay. Ik ben Carlijn Mol en ja. Ik ben in mijn werkzame leven ook werkzaam op de afdeling waar Manoush ook werkt, maar dan als ervaringsdeskundige. Mm-hmm. En daarnaast geef ik ook trainingen, maak ik muziek, videoproducties. Eigenlijk zeg ik altijd een beetje, ik ben een creatief warhoofd, heb ik. Ik hou er heel erg van om met verschillende dingetjes bezig te zijn, maar het heeft wel allemaal een beetje maatschappelijk gerelateerde onderwerpen of zo. Mm-hmm. En daarnaast, in mijn privéleven, kan ik super genieten van op een terrasje zitten met een heerlijk kopje koffie. Het moet wel goede koffie zijn. En een beetje mooi weer, denk ik ook. Ja, een beetje mooi weer is wel fijn, maar anders is gewoon in de winter zo'n warmtelamp of zo. Oh ja. En dan gewoon lekker mensen kijken en gewoon op een terrasje en dan zien wie er allemaal voorbij komt. En dan de verschillende mensen en dat vind ik super interessant. Nice. Leuk om met jullie kennis te maken op deze manier. Ik ben Mauti Awunon en ik ben vandaag jullie host. En in het dagelijks leven ben ik ook dagvoorzitter bij verschillende congressen, symposia. Ik heb echt een passie voor het onderwijs. Daar ben ik heel lang docent geweest en heb ik veel programma's ontwikkeld. En ik heb ook een passie voor de cultuursector. En daar ben ik ook creatief producent, maak ik contextprogramma's en talentontwikkelingsprogramma's voor jongeren. Ik vind dit superleuk om te doen. Inderdaad, altijd eigenlijk alles wat mij beweegt gaat over de maatschappelijke impact die thema's kunnen hebben. En om die ook eigenlijk ter sprake te brengen. Ze zeggen soms van de stemmen van mensen zijn soms ongehoord. Ik denk niet dat ze altijd ongehoord zijn, maar dat er niet altijd ruimte aan wordt gegeven. En dat gaan we bij deze podcast wel doen. We gaan ruimte geven aan jullie stemmen. Ja, Carlijn, ik wil graag met jou beginnen. Ik zei, het thema is de jeugdzorg natuurlijk. In hoeverre heb jij ook met de jeugdzorg te maken gehad? Ik heb op een kamertrainingscentrum gezeten. Maar daarvoor heb ik opgenomen gezeten op de afdeling waar ik dus nu werk. Okay. En dat vind ik best bijzonder, want ik heb daar best wel een pittige tijd gehad. En nu werk ik er. Dat had ik toen nooit kunnen bedenken natuurlijk. Ja, en hoe oud was je toen je daar kwam? De eerste keer was ik 13 en de tweede keer was ik 16. Okay. Toen ik 13 was, heb ik daar iets van 8 weken gezeten. En toen ik 16 was, 8 maanden, zoiets. Ja. Dus wel een langere tijd in ieder geval. Ja. Gelukkig gebeurt dat nu niet meer zo snel, zo lang. Oké, okay. En hoe heb je dat ervaren, die periode daar? Dat is dus geen jeugdzorg, dat wel, maar dat is meer GGZ, was dat toen ook. Maar ik heb dat niet per se als mijn meest fantastische tijd ervaren. Ik was heel suïcidaal, ik zag het leven niet meer zitten. En tegelijkertijd zat ik ook een beetje in een soort van identiteitscrisis van wie ben ik. Mm-hmm. En ook onder andere door dingen die ik vroeger had meegemaakt. En ik moest voor mijn gevoel best wel jong al volwassen
worden of zo. Ik was altijd een beetje ook zo'n bemiddelaar. Ik wilde altijd zorgen dat iedereen het goed had. En voor mezelf zat ik gewoon helemaal vast in mijn hoofd. En op een gegeven moment, ik had heel erg lang een soort bal onder water gedrukt, zeg ik altijd. En ja, die is gewoon omhoog, keihard omhoog gegaan. Want als je dat doet, op een gegeven moment schiet die natuurlijk omhoog. Ja. Maar ja, dan zit je op een gesloten afdeling waar de deur dicht zit. Ja, want andere mensen hebben een sleutel. Moet ik me daarbij voorstellen? Ja, het was zeg maar een afdeling waar 8 jongeren kunnen zitten. Mm-hmm. En de deur zit op slot. Dus je kan er vrijwillig zitten, maar ja, ik noem dat soms ook wel eens een beetje semi-vrijwillig. Want je kan er dan vrijwillig zitten, maar als dat dan niet gaat, zeg maar, dan word je gedwongen opgenomen. Ja. En toen die tijd in het begin was ik vrijwillig opgenomen, maar eigenlijk al vrij snel werd het een gedwongen opname. En eigenlijk wordt alles soort van voor je bepaald. En in die eerste weken ging het eigenlijk al niet per se beter of zo. Ik werd alleen maar suïcidaler en het ging eigenlijk alleen maar slechter. En toen op een gegeven moment heb ik ook op die afdeling pogingen gedaan om mezelf van het leven te beroven. En daardoor werden mensen steeds banger en gingen steeds meer dingen overnemen. Dus ja, toch wel dat er mensen op je gaan zitten, meerdere mensen. Dat bedoel je letterlijk mensen op je gaan zitten? Ja, dus gewoon 5 mensen die je in bedwang houden. Omdat je een gevaar was voor jezelf op dat moment? Ja. Ja, ik was altijd echt een gevaar voor mezelf, niet voor anderen. En op een gegeven moment ook in een separeer terechtgekomen, dus een soort isoleercel. Mm-hmm. En vanaf dat moment is er eigenlijk, als ik terugdenk, is het vanaf dat moment steeds slechter gegaan. Ja. Omdat op dat moment voelde het alsof zeg maar alle menselijkheid of zo van je afgenomen wordt. Mm. Omdat je met een scheurjurk aan zeg maar in een ruimte zit waar je helemaal alleen zit. Ja. Helemaal afgezonderd. En eens in de zoveel tijd kwam er een keer iemand langs. Maar ik kon niks meer bepalen of wat dan ook. En toen ben ik de dag erna ben ik gelijk overgeplaatst naar een andere afdeling om wat rust te creëren voor deze afdeling, zeg maar. En toen mocht ik ook geen afscheid nemen van de groep. Ik mocht geen afscheid nemen van de jongeren die daar zaten. Ik mocht mijn eigen kamer niet inpakken. En die periode heeft best wel veel indruk op me gemaakt. Ja. Heb je dat ook zo verteld? Dat je rust moest geven aan de afdeling? Er werd gezegd dat ze er heel erg van geschrokken waren en dat ze inderdaad wat rust wilden creëren ook. En dat je daarom weg moest? Ja. En dat ik wel weer terug mocht komen. Dit bij jou over, Manoush? Ja, dat klinkt. Want ik zie jou zo bedenkelijk kijken. Ja, ik vind dat heel heftig klinken dan. Dus dat is meer dat ik me verplaats in hoe je dan zo klem zit en het niet weet en wat je moet eigenlijk. En je zo alleen van je zegt, nadat dat gebeurde was, ging het bergafwaarts en steeds slechter. En dan vervolgens krijg je ook te horen van, ja, wij kunnen het ook even niet meer aan en je moet nu gaan. Dus het is dan nog extra. Ja. Het komt over alsof je een probleem bent, ook voor anderen. Dus hè, je bent daarin dus natuurlijk ook vooral voor jezelf, denk ik. En daarin hoop je dat je dan geholpen wordt. Maar nu moest je ook echt daadwerkelijk weg van de groep, omdat het dan ook misschien een probleem is voor de rest. Dus je hebt heel veel elementen te maken gehad die best wel zwaar kunnen zijn, vooral als je een opgroeiende jongere hebt. Hè? Dus wat je zegt, heel veel dingen worden je ontnomen. Je hebt daarin ook geen grip op je eigen keuzes en op je eigen vrijheid. Daar gaat ook die voorstelling van Dalton, denk ik, over. Zijn er momenten geweest hier binnenin dat je toch kleine lichtpuntjes had of kleine dingen hebt kunnen creëren voor jezelf? Dat je dacht van, oh ja, maar hierdoor kan ik misschien toch wel weer wat beter aan? Ja, sowieso de hulpverleners die iets meer menskant lieten zien. Dus iets meer er gewoon waren als mens. Ja, ik vind dat soms moeilijk om te horen. Ik hoor dat vaker van de professionals die een menskant moeten laten zien. Maar ik denk, iedereen is toch gewoon mens? Je doet toch niet soort van je mensjas uit? Ja, maar ik denk dat het verschil... Kan je het benoemen? Ja, ik was laatst met iemand ook in gesprek. En ik denk dat eigenlijk eerder, als ik terugkijk, want dat is dus zo'n 11 jaar geleden of zo, die tijd. En ik wil ook niet zeggen met de dingen die ik... Er zijn best wel heftige dingen natuurlijk die ik net zeg, maar dat het alleen maar slecht is geweest, die periode. Dus ik wil niet een soort haat naar iedereen die er toen was of wat dan ook. Maar dit zijn wel dingen die extreme impact op me hebben gemaakt. En die me wel echt... Want mensen weten ook
Je hebt ook vroeger misschien dingen meegemaakt, traumatische mm-hmm. gebeurtenissen, wat in mijn geval ook zo was, waardoor dat soort dingen nog heftiger kunnen binnenkomen. Ik denk dat het bij iedereen trouwens super heftig binnenkomt. Ja. Maar toen was er denk ik nog iets meer dat de hulpverlening een soort witte jas aan had. Er liep trouwens niemand in een wit pakje, omdat het een ziekenhuis is natuurlijk ook. Maar iets meer van, oké, je hebt de hulpverlener en dan heb je de patiënt. Ja. En ik denk dat we tegenwoordig steeds meer ietsjes die jas aan het uittrekken zijn. Mm-hmm. Dus ook steeds meer dat iets gelijkwaardiger ja, minder afstand. Bent. Natuurlijk is het wel zo dat wij wel gewoon de sleutel hebben van de afdeling. En uiteindelijk, je bent je heel bewust van de verantwoordelijkheden die je hebt. En ook hoe het overkomt. En ik denk dat ik in mijn werk daar ook wel heel erg bewust van ben. Hoe komt het over? Wees je bewust van, jij hebt die sleutel. En zij moeten aan jou toestemming vragen of je dingen of wel of niet mag doen. Ja. Maar dat die jas steeds meer is aan het uittrekken. Dat die jas uitgaat. Ja. Maar ook dat we steeds meer beseffen hoe dun het lijntje is tussen patiënt zijn en hulpverlener zijn. Manoush bijvoorbeeld, die kan ook over 2 weken of volgende week ook ineens uitvallen en dan kan zij ook ineens patiënt zijn. Ik hoop dat je het oké vindt dat ik dat zo zeg, maar dat is wel de realiteit. Ja. Nee, dat en klopt. Ik denk dat we Ik hoop dat iedereen kan overkomen. Iedereen kan het overkomen belanden, dat is om in zo'n situatie te belanden en daarmee, ik denk ook dat dat goed is dat je gewoon bewust bent van iemand valt even uit of die heeft even extra zorg en extra hulp nodig. Mm. Maar het is allemaal heel kwetsbaar. Net als bijvoorbeeld iedereen een soort van somatische ziektes kan krijgen. Dan kan je ook niet denken van, oh, dit overkomt mij nooit. Ja. En in de psychiatrie en in de jeugdzorg en in de GGZ hebben we denk ik iets te veel gedacht van, dit is van jou en ik heb daar geen last van of zo. Mm. Of veel meer van, ik ben de psychiater en jij bent de patiënt. Of ik ben de verpleegkundige en jij bent de patiënt. Het is ook veel meer aan het verschuiven van waar het vroeger meer de professionele afstand was die je moest behouden. Je moest niet te veel betrokken zijn en niet helemaal niks over jezelf vertellen. Raken, zijn we veel meer richting professionele nabijheid. Dus hoe kan je op een professionele manier juist de verbinding en de nabijheid wel aangaan en er wel zijn voor iemand. Ja. En dat is een kunst, hè, om dat toch te doen en tegelijkertijd ook hier en daar te voelen. Maar hier is ook een grens. Ja. Hè, want je bent niet iemands naaste en je wordt niet iemands beste vriend en toch kan je wel de nabijheid bieden. Ja, en wat toen op een gegeven moment bij mij inzetten? Nou, op een gegeven moment bij mij ook, vroeger was er wel iemand die me een keer een knuffel gaf of een arm om me heen deed en dat was toen die tijd echt, dat was echt raar als je dat deed, dat was echt een no-go. Maar dat heeft zoveel warmte gegeven en zo erg veel meer het gevoel van oké, ik mag er gewoon zijn. Mm. Dat voelde gewoon heel goed en dat ja, ik denk dat we dat steeds meer doen. Ja. En om even terug te komen op wat zijn lichtpuntjes die toen zijn geweest. Mm-hmm. Dat is bij mij wel heel erg muziek geweest. Want ik merkte met de dingen die ik vertelde aan mensen die in mijn hoofd rondgingen, waren best wel heftige dingen. Ja. Het was allemaal best wel zwart en erg depressieve gedachtes. Dat ik dat niet echt aan iemand kwijt kon zonder dat er gelijk consequenties op zaten. Als van, oh, maar dan moeten we nog meer van je afnemen. Nog meer zorg voor veiligheid. Mm-hmm. En dat was voor mij in de muziek. Dus ik ben rapmuziek gaan maken. Dat was echt je uitlaatklep? Dat was echt mijn uitlaatklep. En ik ben daar ook echt mee begonnen op die afdeling. Mm. Dus ik, dat ging toen gewoon heel erg van, ik schreef een tekst. Ik zocht een beat en ik nam het op. Dus het was allemaal best wel in een soort van snelheid. En het hoefde ook niet allemaal super mooi en fantastisch. Maar het moest eruit. Ja, daarin. En ik heb heel veel nummers gewoon überhaupt alleen maar voor mezelf gelaten. Dus dat ook nooit aan iemand laten horen. En papier veroordeelt niet. Daar kan je gewoon tegen zeggen wat je wil zeggen. Maar je raakt wel een beetje je gedachtes kwijt, letterlijk. Maar het was voor mij ook een manier om aan mensen zo'n nummer dan te laten horen van, dit is dus wat er in mijn hoofd omgaat.
En soms werd dat nog wel een beetje verkeerd begrepen, alsof ik dan extra aandacht wilde zoeken of dat ik een reactie wilde uitlokken van hoe reageer je op deze heftige teksten, mm-hmm. zeg maar. Maar dat was nooit mijn bedoeling in die tijd. Maar het heeft wel heel erg gezorgd voor, toch ook wel een beetje mijn gedachtes kunnen zetten. En op een gegeven moment was er iemand en die ging me dan ook opdrachten geven. Van, kan jij hier over een nummer schrijven, over kiezen voor het leven of over de strijd tussen leven en dood. Ja. En dat ging ik dan schrijven en een week later liet ik dat horen. En dat zei eigenlijk veel meer, dat liedje van 3 minuten, dan ellenlange gesprekken. Want daar kwam ik nooit echt tot de kern. Ah, wat mooi. En dat mooi vind voorbeeld, ik wel, dit. Ja. Wel ook een mooi voorbeeld in, kijk soms wat verder dan je neus lang is en mm-hmm. wees creatief. Ja. En ook heel erg toegepast op wie jij bent en wat je op dat moment nodig had. Hoe luister jij hier naar, Manoush? Dat is mooi, hè? Ja. Ja, ik vind het heel mooi. Ja, ik denk ook dat wij, zeker als je kijkt naar de hulpverlening in de GGZ, mm-hmm. En psychologen en psychiaters, en we zijn vaak heel verbaal en cognitief, dus we zitten heel erg in ons hoofd en we zijn de hele tijd aan het praten, terwijl heel veel van de jongeren worstelen met heftige emoties en gevoelens die in je lijf zitten, die heel moeilijk onder woorden te brengen zijn mm-hmm. vaak. En wat we dan gaan vragen is, vertellen is. Terwijl dat nou juist hetgeen is wat niet lukt. Tenminste, dat kan ik me zo voorstellen. En dat je dan op een gegeven moment in een ritme of in een beat, of als je met materiaal kan werken, of als je mm-hmm. met je lichaam kan werken, daar op een hele andere manier uiting aan kan geven, die veel meer raakt bij wat er in je lijf gebeurt. En zet jij dat ook in, verschillende vormen? Ja, ik ben ook gezinstherapeut en wat wij in het UMC Utrecht doen is dat we ook met gezinnen de zaal ingaan. Dus dan hebben we jongeren die bij ons zijn opgenomen of die komen dan met hun broertjes of zusjes of ouders ook in de PMT-zaal. Dus de psychomotoren therapeut is dat, PMT'er. Dus die werkt gewoon met het lijf en het lichaam en beweging in de zaal. En dan gaan we met het gezin aan de slag door middel van bepaalde oefeningen die je kunt doen. En dat kan soms alleen maar zijn, ga weer eens met elkaar een beetje verbinden en plezier hebben. Want jongeren die bij ons komen, die zijn in een crisis. Die hebben vaak met hun gezin al een tijd, zitten ze niet lekker. En dat je elkaar ook niet meer kunt vinden. En dat het veel spanning is thuis. En mm-hmm. dat je niet eens meer weet hoe je het leuk kan hebben. Mm-hmm. En dan kan soms dat het doel zijn. Van, ga maar gewoon gezamenlijk een opdracht doen en dat het dan lukt en dat je dan samen daar plezier in kunt hebben. En dat dan merk je soms al dat zoveel kan doen. Mm. Gewoon even weer iets fijns hebben samen. Ja. Mooi. Je zegt ook van, soms komen gezinnen ook met z'n allen. Er is een crisissituatie op dat moment aan de hand. Dan komen ze, de jongeren, bij jullie op de afdeling. Mm-hmm. En als ik nou de voorbeelden ook van jou hoor van, oh ja, dan de sleutel, hè, de deuren gaan dicht, een isoleercel. Is dat nu nog steeds aan de hand? Nou, de isoleercel of de separeercel. Ja, dat is echt veel veranderd. Dat is wel belangrijk om even te zeggen. Dus vroeger heette het ook een gesloten unit. Ja. En nu heet het? En nu heet het gewoon HIC. Oh ja, HIC, High Intensive Care. Okay. Daar staat het voor. En er zijn een aantal HIC-jeugdafdelingen in Nederland. Binnen een aantal academische ziekenhuizen, maar ook binnen de jeugd-GGZ-centra die er zijn. En wat wij nu hebben op onze afdeling, er zijn nog steeds 8 jongeren maximaal, zoals in Carlijn der tijd zeg maar ook zo was. Maar op het moment dat wij nu zien dat het voor een jongere niet gaat in de groep, of dat er agressie is of veiligheidsproblemen zijn, dan kunnen wij naar de IC-ruimte, zoals dat dan nu heet. En dat is wel een afgezonderde plek, maar dat is bijna een soort eigen appartementje. Dus daar heb je, het ziet er bijna ook, het is groter dan in een caravan, zeg maar. Maar er zit zo'n bankje met zo'n tafel in het midden. En je hebt een opklapbed wat je uit de muur kan halen. En daar kan een jongere dan 1-op-1 met een verpleegkundige of een sociotherapeut zijn. Dus er is altijd iemand bij je. Je wordt niet meer alleen opgesloten zoals jij dat toen hebt ervaren en aan je lot overgelaten. Er zit ook een apart kantoortje naast. Dat was toen de tijd ook niet. Dus als jij bij wijze van spreken, zoals wij hier nu tegenover elkaar zitten, als dat te veel is voor je, omdat iemand dan te dicht bij je is, dan kan die verpleegkundige of de sociotherapeut in de ruimte daarnaast, waar gewoon glas is, dus je kan elkaar nog steeds zien, gewoon ook even zitten werken. Maar die kan jou continu ook in de gaten houden. En als jij nodig hebt dat iemand bij je is, kan je dat alle minuut ook aangeven en dan is iemand er voor je. En daar kan je dan gewoon
als het nodig is, zijn zolang als het nodig is. Dus echt contact maken ook. Jongeren worden niet meer alleen gelaten. Nee. Dus daarin zijn al best wel wat ontwikkelingen. Maar toch ook, denk ik, jongeren die veel heftige dingen meemaken. Je zegt wel, het zijn crisissituaties. Wat is daarin voor jullie beiden ook jullie missie? Wat willen jullie voor de jongeren daarin betekenen? Ja, ik denk dat voor mij persoonlijk ook en hoe wij op de afdeling werken, is vooral echt het contact proberen te maken. En voor iedere jongere die er is, uit te stralen van je bent een mooi mens in de basis en je zit nu in de knel en wij willen je heel graag helpen. Ja. Tegelijkertijd is het ook zo, en dat zeggen wij ook heel vaak, we kunnen jou niet helpen als jij het niet wil. Maar we zijn er wel. Dus we blijven in de buurt. En als je het misschien nu niet kan aangeven, kan je het misschien over 5 minuten of over 5 dagen wel. Maar we proberen altijd in het contact te komen en in het gesprek te komen. En wat jij aangaf, dat Hekkerlijn, dat jij zo zoekend was naar je eigen identiteit. Ik denk dat wij proberen om allerlei onderwerpen waarvan we weten dat die jongeren in een crisis kunnen brengen, aan te stippen van we weten helemaal niet wat er bij jou speelt, maar vertel eerst maar eens even wie jij bent. En wat wij doen als een jongere binnenkomt bij ons voor een opname, is dan staat er op een groot bord staat jouw naam en hoe oud je bent. Ja. En dat is wat we van jou weten. En de rest is allemaal nog wit. Ja. En dan zeggen we ook van je bent hier nu, maar als wij jou willen helpen, dan is het voor ons ook belangrijk om een beetje te weten wie jij bent. Want hoe kunnen we anders jou helpen? Dus we willen graag eerst dit bord vullen. Vertel maar eens wie jij bent. Ja. En dan kan je vertellen, eerlijk gezegd, de meeste jongeren die kijken ons of mij dan aan van, wat vraag je nu? Ja. Vertel wie je bent. En dan zeg ik vaak ook, wie heb je meegenomen? Dus dan begint, mijn vader, mijn moeder, oké. En woon je ook bij ze? Ja. En zijn er dan nog meer mensen thuis? Zijn er huisdieren? Vraag ik altijd, puppies of andere dieren? Daar word je extra blij van. Dat is wel heel anders, want je vraagt ook van, wie zijn je vrienden? Ja. Maar ook wat vind je leuk om te doen? Ja. Wat zijn je hobby's? Je wil echt zien wie je tegenover is de persoon je hebt. Voor en je. En het gaat niet alleen maar over, je bent hier. Wat voor problemen heb je? Ja. En waar kunnen we je mee helpen? Ja. Dus je definiëren niet de persoon die tegenover je zit aan de hand van het probleem. Of van de crisis die op dat moment gaande is. Maar iemand is zoveel meer dan dat. Ja. Ja. Nou, en juist ook omdat we, kijk, als ik hoor dat jij heel erg van, breien houdt, of juist heel erg van bakken, dan kan ons dat ook helpen als dat plezierige dingen zijn om jou in deze crisis die kleine lichtpuntjes te geven die zo broodnodig zijn. Ja, ja, en ook denk ik, wat ik in ieder geval ook heel erg probeer mee te nemen in mijn werk, is er zijn. En we kunnen niet, ik kan niet iemand dingen overnemen en het voor diegene doen, dat kan je natuurlijk nooit. Uiteindelijk is diegene degene die, die de stappen moet gaan zetten en die dat proces door moet. Maar ik kan er wel zoveel mogelijk zijn en naast iemand gaan staan. En ook heel erg, ik probeer altijd heel erg als mens er gewoon te zijn. Dus ook wel gewoon die grapjes te maken, ook wel gewoon leuke activiteiten te ondernemen en ook door middel van die activiteiten, of als je even gaat wandelen samen, of als je een spelletje gaat doen, dat je tegelijkertijd ook een gesprekje kan voeren. Ja. Want soms zo tegenover elkaar zitten is ook vaak best ingewikkeld en lastig. Nou, dan ga je kijken van hoe kan je dat op een andere manier doen. Ik denk ineens, want het mooiste compliment wat wij denk ik hebben gehad is iets van een jaar geleden of zo, was er een jongere bij ons opgenomen en die kwam rond de lunchtijd binnen met haar vader volgens mij. En het eerste wat we gingen doen was aan tafel lunchen, omdat dat gewoon handiger was om dat eerst te doen en daarna dat gesprek van de opname. En toevallig waren wij ook allebei toen aan het werk en we zaten gewoon aan die tafel te lunchen en daarna gingen we het opnamegesprek doen. En toen die jongere met ontslag ging, zei die vader, ik vond het zo mooi, want ik had in het begin, de eerste paar uur, niet in de gaten dat jij de psychiater was en jij de ervaringsdeskundige. Want iedereen zat gewoon aan tafel te lunchen en iedereen was gelijkwaardig. En het viel helemaal niet zo op wie was. Dus als we het dan hebben over die professionele afstand die er vroeger was en je bent dan de dokter of de psychiater die het allemaal zou moeten weten. Ja, dat proberen we echt wel zoveel mogelijk gelijkwaardigheid in neer te zetten. Waarbij het uiteraard ook zo is, hè, in de meest ingewikkelde situaties, als er een knoop moet worden doorgehakt of als een jongere
weg wil en de inschatting is dat gaat niet goed, dan ben ik als psychiater nog steeds de verantwoordelijke die dan zegt, nu gaan we je gedwongen houden, uiteraard. He, daar ligt een verantwoordelijkheid. Maar op de afdeling proberen we zoveel mogelijk gelijkwaardig te werken. Ja, ja, en wat jongeren ook vaak wel tegen mij zeggen is van ja, je kan met jou gewoon grapjes maken, mooie gesprekken voeren, diepe gesprekken voeren. Mm-hmm. En je bent er gewoon, maar ik moet niet de grens overgaan, want dan kan je heel streng zijn. Dus ook wel gewoon duidelijk zijn in dit verwacht ik wel en dit wil ik echt niet zien. Ja. Als jullie ook zo praten hierover, voel ik heel veel passie ook, hè, en gedrevenheid. Je gaf net al een mooi voorbeeld van een compliment wat je had gekregen. Ik denk dat dat ook voldoening geeft. Heb jij ook een voorbeeld van een moment dat je denkt van, oh, dat geeft me echt voldoening. Of daar haal ik ook echt plezier uit als ik dan met die jongeren ben. Oh jeetje. Misschien maak je muziek met jongeren? Nee. Ik probeer wel altijd, jawel trouwens, ik ga wel soms gewoon bijvoorbeeld even karaoke zingen of zo, weet je wel, dat soort dingen. Of Just Dance of zo, weet je wel. Oh, ja, lekker. Ja. Ik probeer wel altijd, ik laat me ook, ik heb daarin ook niet zoveel schaamte of zo. Ja, ja, ja. Iedereen weet ook dat ik super onhandig ben, dus daar vertel ik ook gewoon alle verhalen over. Ja. Maar ja, echt een voorbeeld. Nou, misschien kom je er zo op. Ja. Neem me mee voor het einde. Ja. Ja. Ik vind het heel fijn om met jullie ook dit gesprek te hebben. Omdat jullie heel erg ook van binnenuit, hè, om het maar even zo te zeggen, een beeld schetsen over hoe het eraan toe gaat. Ik als buitenstaander krijg natuurlijk heel veel mee over de jeugdzorg en over gesloten instellingen vanuit de media. En het thema is heel erg actueel. De afgelopen tijd wordt er heel veel over gesproken, vanuit negatieve zin, dat er heel veel misgaat. En een paar weken terug is er ook een rapport uitgekomen van Jason over de ziekenhuisafdelingen. En dat zijn zeer intensieve, kortdurende observatie- en stabilisatieafdelingen voor kinderen met psychiatrische problemen. En hij strijdt daarin heel erg voor verbetering en tegen de gesloten jeugdzorg. En ik dacht, ik vind het ook wel belangrijk om dat te benoemen, want dat is het beeld wat je als gewoon persoon in de samenleving meekrijgt vanuit de media. Van, oh, er gaat zoveel mis in de jeugdzorg. Er zijn heel veel schadelijke momenten en dingen die daar plaatsvinden. Hoe is dat voor jullie om dan ook te horen dat zo'n rapport uitkomt en ook die resultaten te horen? Hoe komt dat bij jullie binnen? Wil ik eerst? Ik heb het gelezen, het rapport. Ja. En het komt gewoon binnen. Want laten we eerlijk zijn, als je leest wat de jongeren daar hebben meegemaakt, dan kan je niet anders dan daarin voelen, dit is niet hoe we het willen. Mm-hmm. En dat zal iedereen ook vinden. En je zegt, ja, hoe gaan we er dan mee om? Want er zijn geluiden van, we willen de gesloten jeugdzorg afschaffen, om het zo maar te zeggen. Daar zijn we mee bezig. Wat ik heel ingewikkeld vind, is dat we nog niet een alternatief hebben. Mm-hmm. En dat vind ik heel schrijnend. Als we kijken naar de afgelopen jaren, sinds 2015 is er een transitie geweest. Dus jeugd GGZ en jeugdzorg moet allemaal bij de gemeente en het moet allemaal dichter bij huis gefinancierd. Wij zien ook jongeren op de afdeling die echt een gevaar ook zijn voor hun eigen veiligheid. Mm-hmm. Die zichzelf van alles aan willen doen. Waarbij we ook een alternatief met elkaar moeten hebben. Als we ze niet op een gesloten afdeling willen opnemen. Want de dilemma's waar wij ook tegenaan lopen is dat we soms met elkaar zien dat wij met al onze warmte en liefde en de poging om het contact te maken en de kopjes thee en dat we niet met een jongen het contact krijgen. Ja, dat het soms ook niet lukt. En dat het niet lukt. Het niet. Maar als we dan zeggen, we stoppen en je gaat naar huis en je voelt je daar ook niet gezien en gehoord of belangrijk of begrepen. Wat gaat er met die jongeren gebeuren? Ik hou dan mijn hart vast, omdat ik bang ben dat we ze verliezen, omdat we dus nog geen goed alternatief hebben. Mm. En ik zou willen dat we met elkaar als samenleving daar ook over nadenken. Ja. Omdat ik denk dat we met elkaar als samenleving niet willen accepteren dat deze jongeren dan vervolgens zichzelf van het leven beroven. Mm. Dus daar moeten we het over hebben. Ja, maar dat lijkt me ook een heel moeilijk spagaat natuurlijk. Heel ingewikkeld. Want ook als je dan hoort ook over de thema's die Jason heeft verzameld, er zijn ervaringen van ongeveer 51 jongeren, dan gaat het dus ook over fysiek geweld waar ze mee te maken hebben gehad. Nou, isolatie, wat jij ook hebt meegemaakt, seksueel geweld bijvoorbeeld. Hele schrijnende. Onaanvaardbaar. Ja, en onaanvaardbare situaties.
Ik denk dan, ja, hoe kijk jij daar tegenaan? Van dat soort dingen mogen niet gebeuren. Wat zouden alternatieven kunnen zijn? Of hoe kunnen misschien binnen afdelingen verbeteringen aangebracht worden? Ja, ik denk uiteindelijk... Ik vind het super heftige dingen die je daarin leest natuurlijk. Voor mij was het iets minder een... het verbaasde me iets minder, omdat ik ook best wel veel... ik wist van Jason ook al een tijdje dat hij hiermee bezig was. Yeah. En ik heb ook veel jongeren uit de gesloten jeugdzorg zelf ook gesproken. Mm-hmm. Dus ik wist wel wat van die ervaringen. Maar wat er, ja... Ik denk uiteindelijk dat je wat kleinschaligere plekken zou willen hebben met meer personeel op minder jongeren. Ik denk dat dat al heel veel doet. Alleen om zulke plekken te creëren, kost dat ook natuurlijk tijd en geld. Ja. En ik denk uiteindelijk dat het misschien in het begin voelt als van, oh, dat kost heel veel meer geld. Maar dat uiteindelijk op langere termijn minder geld kost, omdat die jongeren later misschien minder zorg nodig hebben. Mm. Minder snel allemaal uitkeringen krijgen of wat dan ook. Ja. Meer kunnen meedoen in de maatschappij. Wat dus uiteindelijk weer minder geld kost. Maar in het begin kost het wel heel veel meer. Ja, dat is investering, zeg jij eigenlijk. Ja, het is investering, maar... op de langere termijn wel zijn uitkomsten heeft. Daar zijn natuurlijk wel ook mensen voor nodig. Ja. Daar zijn hulpverleners voor nodig. Mm-hmm. Er is geld voor nodig. Er is plek voor nodig. En ik denk dat dat best wel een tijd kost. Ik vind het jammer dat deze geluiden zijn natuurlijk al veel langer. Mm-hmm. Dat er dingen niet goed lopen. Klopt, ja. En ik vind het jammer dat niet de afgelopen jaren al tijd is genomen om deze dingen te creëren op langzamerhand. Ja. Om die meer kleinschaligere voorzieningen. Wiens verantwoordelijkheid is dat dan, denken jullie? Of door wie zouden dat soort oplossingen dus gecreëerd kunnen worden? Voelen jullie daarin ook een verantwoordelijkheid misschien? Ook vanuit jullie ervaring en kennis? Dat is een moeilijke vraag die je stelt. Kijk, ik denk dat we met elkaar daar een verantwoordelijkheid in hebben. Mm-hmm. En ik denk dat er vanuit de politiek ook een hele belangrijke aanjager moet zijn. Ja. En ik ben bang dat die wel een beetje mist de laatste tijd. Mm. En ik deel ook wel met Carlijn en Jason zelf ook, hè, dat het zo spijtig is dat hij zelf dit allemaal op poten heeft moeten zetten en dit hele onderzoek heeft moeten gaan doen. Om dit aan het licht te brengen. Ja, zij is heel hard aan het werken daarin. We zien hem heel veel in de media ook. Ja, en ook best wel al wat jaren. Hè? Ja. En hij niet alleen. Er zijn al best wel wat jongeren die al jarenlang hier dingen over melden. Ja. En ik vind het soms jammer hoe ook de media werkt, dat op het moment dat er dan... dat ze nu dan blijkbaar iets hebben gezien van, oké, dit is heel groot nieuws. Mm-hmm. Terwijl dat grote nieuws was er een paar jaar geleden eigenlijk ook al. Ja. Ja. En de politiek, ik denk dat die ook wel een sleutelrol daarin heeft. Ja, om daarin verbeteringen aan te brengen. Ja. Heel veel dingen hebben jullie aangegeven, zijn ook wel veranderd de afgelopen jaren. Hè? Daarin hebben jullie echt al hele prachtige voorbeelden, denk ik, ook gegeven. Maar het is nog niet klaar. We moeten nog steeds kijken naar positieve verbeteringen die aangebracht kunnen worden. Ik hoop ook oprecht dat we over, want het is voor mij dan 11 jaar geleden dat ik op die afdeling heb gezeten en er is superveel veranderd. Ja. En ik hoop echt dat we over 10 jaar dit ook weer zeggen over de tijd van nu. Juist. Dat je moet blijven doorontwikkelen. Ja. En als je dan een concreet voorbeeld mag geven, wat zou je willen zien? Oh, je stelt wel moeilijke vragen. Ja, ik zet jullie aan het werk. Ja, zeker. Ik denk dat we nog meer maatwerk kunnen leveren. Mm-hmm. En ook dat het wat makkelijker wordt om plekken dat mensen korter bij ons kunnen zijn. Ja. Echt kortdurender. En dat er meer passende plekken daarna mogelijk zijn. Ja. En dat is ook een stukje jeugdzorg. Ja. Want wij zijn echt wel... het is echt de psychiatrie, mm-hmm. Het zit in een ziekenhuis, maar het zijn echt voor die acute momenten. En dat wil je echt zo kortdurend mogelijk. En je wil niet dat jongeren, je noemt dat ook een beetje hospitaliseren, want dan raak je ook een soort van gewend aan wat er de afdeling, maar ook de ondersteuning die je krijgt, de ondersteuning. Toch? En je zegt, maar die zelfstandigheid moet ze ook kunnen houden. Ja, en het is gewoon, je hele dag is voor je voorgestructureerd. Mm-hmm. Ja.
En ergens wil je er niet zijn. Ja, je wil er niet zijn. Maar ergens geeft het je ook een soort van houvast of zo. Mm. En kan je ook een moment even ziek zijn. Dit klinkt misschien heel gek, maar dan zit je ook dus weer in de tweestrijd tussen wel weg willen daar op die afdeling en er toch willen blijven. Ja, ja. En die herken ik, die zie ik nu ook bij jongeren, maar die herken ik zelf van vroeger ook heel erg. Dat is natuurlijk ook dat de echte boze buitenwereld dan ook heel bedreigend kan zijn. Hè? Ja, van wat wordt er allemaal van mij verwacht? Ja, ja. Moet ik weer naar school? Moet ik weer gewoon meedoen? Ja. En kan ik dat allemaal wel? En wat nou als het niet lukt? Ja, ik had toevallig ook met Jason zelf ook een tijdje geleden wilden we samen ook een iets met muziek doen, zeg maar, daarin. En toen hadden we het ook over 18 worden. Bij de jeugdzorg is het natuurlijk, je wordt 18 en het is letterlijk dit. En in mijn geval... En met dit bedoel je, ze laten hun handen los. Precies, en laten hun ondersteunen handen los de jongeren niet meer, want dan ben je volwassen. Succes, terwijl op je 18e ben je echt nog niet volwassen. Ja. Maar wel ook dat op het moment dat je van zo'n gesloten afdeling weer naar buiten gaat, wat er allemaal op je afkomt, wat voor verantwoordelijkheden er op je afkomen. En dat je ook een heel stuk kind zijn gemist hebt. Ja. En dat zie je soms nu ook, dat heel veel jongeren die veel in de jeugdzorg hebben gezeten, ook opnieuw soort van hun kindertijd willen. Ja, dat ze gewoon allemaal kinderdingen gaan doen of zo. Weet je wel, gewoon om toch nog even iets in te halen. Ook wel echt iets in te halen. Ja. Bedankt voor dit antwoord. We begonnen met die droom en die hoop en toen gingen we hier naartoe. Zo gaat het altijd. Ja, hele mooie dans. Maar ik denk wel dat je daarin nog eventjes iets heel goed schetste. En dat gaat eigenlijk het over die complexiteit. Dus van waar de jongeren zelf in zitten, waar ze mee te maken hebben. Dus enerzijds heb je die begeleiding en die hulp nodig. Maar dat moet niet te veel en te overheersend zijn, want straks kan je het zelf niet. En aan de andere kant heb je wel die zelfstandigheid nodig, maar ook de samenleving, hè, die natuurlijk heel hard is, heel snel gaat, weinig geduld hebben. Op zo'n gesloten afdeling geef je eigenlijk, als je dat te lang iemand daar zit, geef je eigenlijk ook aan van je kan het dus niet zelf. Nee, precies, en je wil dat vertrouwen geven. Ja. Ik wil nog even naar jou, Manouche, ook als jij kijkt misschien over een tijd, over 10 jaar, wat zou jij willen zien dat er echt verandert? Ja, ook wel dat we veel beter kunnen aansluiten bij de jongeren wat die op dat moment nodig heeft. En ook met zijn gezin, netwerk, omgeving. Waarbij wij, als ik kijk naar mijn eigen afdeling, ook echt wel zien dat er jongeren zijn waarbij je een beetje tussen na onze afdeling wil kijken van wat is er nu daarna nodig. En soms lukt het dan nog niet om naar huis te gaan. En dan zit je er een beetje tussenin te stoeien van is het nou vanuit de psychiatrische problematiek van die jongen of is het vanuit wat er allemaal speelt thuis. Vaak is het gewoon een combi. En voor die groep, dan is er nog steeds wat gesteggel van hoort het nou meer bij jeugdzorg of hoort het meer bij jeugd GGZ. En we hebben daar nog geen goede oplossing voor. En ik zou willen dat we met elkaar dan al eigenlijk vanaf de voordeur met elkaar goed kunnen nadenken en kunnen samenwerken van dit is wat er voor jullie gezin ook nodig is. Ja. En dus het betrekken van alle naasten daar ook bij. Ja. En niet het zelf gaan bedenken als professionals. Wij denken dat dit goed voor je is. Mooi. Daar geloof ik niet zo in. Ja, want het gevolg is dat mensen dan weer langer bij ons zijn. Wat eigenlijk niet, wat je niet wil. Ik wil jullie heel erg bedanken voor dit gesprek. Ik vond het heel erg informatief ook. Ik heb veel van jullie geleerd. Ik vond het ook gezellig. Daarin voelde ik ook meteen de binding. En zie ik ook helemaal hoe jullie dat volgens mij ook echt in jullie werk terugbrengen. Dus dank jullie wel en succes met jullie belangrijke werk. Dank je wel. Ja. Graag gedaan.